Wegemond, je bent voorzitter van de Coalstars. En vandaag is het een feestdag. Wat is er aan de hand? Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat walking voetbal bij de Coalstars gestart is. Het moment dat walking voetbal overging in Coalstars. De start was al met de naam Coalstars in de weken na het begin. Maar waar ook de doelstellingen van walking voetbal bij de Coalstars beschreven is. Het bewegen van ouderen, stimuleren door middel van walking voetbal. En tegelijkertijd het sociale contactpunt creëren voor mensen die met pensioen waren en niet meer de contacten met het werk hadden. Dat waren de twee hoofddoelstellingen. En de nevendoelstellingen waren ambassadeur zijn voor Heracles en ambassadeur zijn voor Almelo. Rob Dozijn, ik had net de voorzitter van de Coalstars aan de microfoon. En het laatste wat ik hem vroeg, wil ik jou als eerste vragen. Wat is het belang van de Coalstars voor Heracles? En wat is Heracles, wat heeft hij voor belang bij de Coalstars? Nou, ik denk dat het mooi is. Het is een mooi maatschappelijk project. Wij vinden het mooi dat mensen hier een ontmoetingsplek hebben in ons stadion. In het Tacito Stadion. Dat is nou eenmaal wat we ook bij wedstrijden hebben, een ontmoetingsplek. Het is mooi dat mensen die al een hele carrière achter hun rug hebben, dat die eigenlijk weer hier met elkaar aan het voetballen gaan. Dus dat ze aan hun gezondheid werken, dat ze aan hun fitheid werken en dat ze sociaal met elkaar werken. En als we dan andersom kijken, nou, er zijn hartstikke mooie initiatieven uit ontstaan. De Almelo City Cup, waar Heracles Almelo zijn naam ook aan heeft gekoppeld. Ja, daar zie je, dat is het eerste internationale walking voetbaltoernooi geweest. Ja, je ziet dat dat uiteraard nu in landen navolging krijgt. Maar hartstikke mooi. Dan zie je dat er een aantrekkingskracht is naar Heracles Almelo toe. Komen er dan alleen maar voetballers op af? Of mensen die zeggen van nou, ik heb niet zoveel met voetbal, maar ik wil wel beweren. Allebei komen er. Ik ben zelf vanuit het hockey bij de Coalstars walking voetbal gekomen. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die een voetbalverleden hebben, maar er zijn ook huidige leden die nog nooit gevoetbald hadden. Anders dan een beetje op school en zoals vroeger op straat. 10 jaar, natuurlijk een heel groot compliment voor de club. Er zijn clubs, dat vertelde Guido Egerman mij net, die houden het niet zo lang vol. Na een paar jaar dan zijn ze weer verdwenen. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat het hier goed is. Er zijn altijd een aantal karttrekkers nodig. De club omarmt het. Onze foundation omarmt het. Hè. Even dus de Heracles Almelo Foundation. Dus ja, het is wel een mooi samenspel. De herenclub is in de loop der tijd uitgebreid met een damesclub erbij. Goed? Ja, absoluut. Dat is hartstikke mooi. Nee, even, het is als hereninitiatief begonnen. Ja, het is prachtig dat de dames erbij zijn gekomen. 55 plus voetbal erbij is gekomen. Dus ja, dat is echt prachtig. En dat zei ik net. Die initiatieven die er zijn, mensen die zich dus hier elkaar treffen en dus niet in een sociaal isolement komen. Ja, dat is prachtig dat we dit zo voor elkaar krijgen. Het is met mannen begonnen. Het is met mannen begonnen. Het is met mannen begonnen en nog steeds bepalen de mannen voor een groot stuk voor hun eigen trainingen het niveau. Maar voor de stemming is het introduceren van dames in 2020, dus dat is ook al bijna 5 jaar aan de gang. Voor de stemming in de vereniging is de inbreng van de dames geweldig. Met name op het gebied van de sociale contacten en ook het organiseren van bezigheden die niet noodzakelijkerwijs met voetbal te maken hebben, maar die wel heel erg belangrijk zijn voor de sociale contacten, is het de inbreng van de dames geweldig. En dat betekent dus dat die 10 jaar die er nu achter de rug is, dat die in de loop van de komende jaren alleen maar uitgebreid wordt. Ja, daar gaan we wel vanuit. Ja. Ik weet hoe actief ze zijn. Dus we verwachten dat er nog meer leden komen. Nog meer mensen die gewoon lekker gaan komen voetballen. Maar wat minimaal zo belangrijk is, dat ze elkaar hier ontmoetingsplek hebben en dat ze elkaar gezellig ontmoeten, dat de sociale cohesie goed is. Ja, en je ziet hier gewoon vriendschappen ontstaan en dat is het allermooiste.